vraag voor YouTube staat hier midden op de Amsterdamse Wallen. Lodewijk Asscher wil dit gebied aanpakken, want er was mensenhandel, er was overlast, drugscriminaliteit, de coffeeshops waren een probleem. Inmiddels zijn er miljoenen en miljoenen geïnvesteerd, maar heeft het eigenlijk nu al iets opgeleverd? Wat voor verschil heeft die miljoenen investering in dit Wallengebied gemaakt? Wat heeft project 1012, de Amsterdammer, de gemeente Amsterdam eigenlijk opgeleverd?